Ja, lieve vrienden, ik word wakker en dit ligt zo aan mijn voeten. Is het niet mooi? Ze ligt nog zo lekker te slapen. En daar ligt er eentje het moeilijk te hebben, die heeft het weer benauwd. En eentje is beneden, die wil er al uit. Nou ja, het is ook bijna tijd om eruit te gaan. Maar ik wou dat jullie dit niet ontnemen. Ik vind het zo mooi. Hoe ze daar liggen te slapen, die twee. Geweldig. Nou, lieve vrienden, gelijk een hele goede morgen. Ik draai mijn camera niet om, want het licht brandt. Een hele, hele goede morgen en van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ik zou zeggen, geniet van jullie Koningsdag. Met alles wat jullie gaan doen. Maak er een mooi, geweldig, goed feest van. Zonder ruzie, slaanderijen, want ja, dat gebeurt er ook heel veel. En of je nou medeschuldig bent of niet schuldig bent, en of je toevallig tussen bent, dat je bij die mensen toevallig staat, of net aankomt gelopen en je krijgt een map, ja, dat kan allemaal gebeuren. Wees voorzichtig, wees alert. Let op. En doe, als jullie iets zien wat niet door de beugel kan, bel gelijk de politie. Ja, ja. Nou, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben druk bezig met een vlog naar YouTube te brengen. Maar dat wordt een hele lange. Dat wordt dus de vlog met de tattoo erbij, dus jullie kunnen dan eventjes iets meer dan een uur genieten. 1 uur en 6 minuten van een vlog. Ik vond het zonde om dat in tweeën te doen. Dus ja, zonde van de tattoo. En ik ga nou eventjes de vlog omhoog. Ik ben met de camera bezig. Het klepje zat niet dicht van de oplader. Ik ga mijn jas aan doen en die ophangen. En kijken of me dat lukt in mijn uppie. In mijn uppie eentje. Wat is daar al? Wat is dat voor een auto? Rood met wit en blauw. Normaal is dat de politie. Dat kan ook wat anders wezen. Ik weet niet. Zien jullie die witte auto daar staan? Die Volkswagen. Ja, Volkswagen. Rood, wit en blauw. Maar wat dat is, ik kan niet weten. Maar ik ga die vlag ophangen. Daarna ga ik eventjes een bakje koffie doen. En dan gaan we de hort op. Jullie mee, maar ik kom ook tussendoor thuis. En dan wordt het weer een lange vlog, maar die doe ik wel in gedeeltes. Want anders worden jullie gek van mij. Ja, is niet leuk. Nou, ik zeg het, tot straks. Lieve vrienden, het is me gelukt. Want hij hangt daar in de top. Als jullie hem kunnen zien. Ja, ik zie hem wel onder de zon. Ik zal eens even aan de andere kant gaan staan. Zo, met de wimpel en al hoor. Als jullie dat goed kunnen, ja, ja. Goed hè. Hij is wel weer iets gezakt, zie ik. Hij had nog wat hoger gekund. Maar ach, voor de eerste keer in mijn leven dat ik een vlag op deze manier heb opgehangen. Ik vind het doodeng, maar ja. Wie weet, hè? Dus, ja. Hij hangt te hangen. Dan ga ik voor mezelf zorgen. Dus ik zeg, lieve vrienden, tot later. Doei doei. Thank you.
verder. Ja, en dan doe ik de GoPro weer even aan. Dus ik zeg gewoon, we gaan verder. Thank you.
Nou, mondje, is u blij dat ik weer terug ben? Ja. Ben weer terug van het oranje gebeuren. Het was druk, dat hebben jullie vast en zeker wel al gezien. Ik ben moe. Ik heb even ook nog boodschapjes gedaan bij een winkel die gelukkig nog open was. Ja. Vanavond een rookworstje. Even zoeken. Een blikje tuinboontjes, daar doe ik een rookworstje doorheen. En een uitje, ui heb ik nog wat. Ik heb voor mijn hondje weer wat mee. Is lekker, hè? Is het lekker? Ja, hè? Oeh, daar krijg je zo wat van. Even zien. Nou ja, en er kan natuurlijk niet een bounty ontbreken. Zo meteen koffie. En voor zondag. Maar ik neem me nou ook wel lekker van. Ik wil er niet uit, ik zet jullie even neer. Ik heb even twee handen nodig. Jullie hebben het volgens mij al wel gezien, want ik heb het voor het scherm gehouden. Shampoes. Lekker. Twee bakken. Heb ik genoeg aan. Ja. Ik pik er nou één omdat het oranje dag is vandaag. Moeder, vader en twee kinderen. Ik en Astrid. Want Astrid komt ook daar zondag. Nou, en dan mag ik er vanavond ook nog eentje hebben. Tenminste vanmiddag en vanavond nog een lekker poot. Haha. Dus kindsteen. Ja. Ons Willem is de 51 geworden. Goh. Moet je nog zien dat hij 60 wordt. Dan is hij net zo oud als ik. Maar dan ben ik weer ouder. Ja, duurt nog 9 jaar voordat hij 60 is. En ik word dit jaar 61, dus 10 jaar ouder dan hem. Dus, maar ja, komt goed hoor. Zo. Dan gaat dat de koelkast in. Waar komt dat vandaan voor die doos? Ik weet het niet. Een beetje poederachtig hier. Nou ja, lekker belangrijk. Eentje gaat erin. Oh, zo. Nou, ik zou zeggen, vrienden, ik ga lekker een bakje koffie maken. En ik ga even time-out houden. Ja, rust. Ik ben back af. Dus tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn eten lekker weer voor mijn neus staan. Tuinbonen met een schippeltje en stukjes rookworst er doorheen. En een stukje vlees. Ja, lekker, lekker, lekker. En een wijntje en een bakje koffie erbij. Dat, ja, heerlijk. Ik ga lekker van genieten. En Woefie, nou die had dus vanochtend, was dat, zo'n honger als ik weet niet wat. Die had toen een beetje gegeten. En nou laat hij zijn warme maaltijd staan. Ja, hoe doe je dat? Moet je niet eten? Moet je niet eten, liefie? Nee, geen zin? Maffie. Nou, en daar zit onze poezebeestje. En de prinsesje die zat er net. Op deze stoel, maar daar is ze weg. Ja, nou, dat weet ik het ook niet. Nee, zal boven wezen. Wie weet. Maar oké, lieve vrienden, ik sluit gelijk af. Ja, want ik heb het heel erg druk nog vanavond. En ik moet zien hoe ver ik met de vlog in elkaar zetten kom. En morgen krijg ik mijn liefhebbende broer op bezoek. Dus ja, het gaat allemaal door. Hé, Woefie? Ja. Nou, en ik ga nu eten. Ik heb al gebeden, dus... Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.